altijd. Ga zitten, ga zitten. Altijd als ik in deze buurt rij, dan denk ik, oh, dat is echt een super deftige stad hier. Dus ik ben vandaag geparkeerd. Om 2 uur in Parking Zuid. En ik sta geparkeerd naast een paarse, getunede Suzuki Swift. Met achterop een sticker, Kirian in de Lotto. Kirian, jongens, dat is 2 Y'en in 1 naam, hè? Terwijl wij, mensen met geld, allemaal weten... voor elke Y die wordt ingeschreven in het bevolkingsregister... reserveert het OCMW alvast een leefloon, hè? 2 Y'en in 1 naam. Dat is meer chromosomen... Dat is meer Y'en dan chromosomen in een Mongooltje, jongens. En dat is niet het ergste. Ik kijk in de Lotto en er zit geen Kirian in de Lotto. Dat is niet eerlijk, hè? Je belooft me een Kirian, dan wil ik achterin iemand zien zitten. Ik ben speciaal, toch? Hallo? Als Kirian niet altijd in de Lotto zit, dan moet je geen sticker plakken, hè? Dan moet je een bordje zetten. Kirian de Lotto, geen Kirian de Lotto. Kirian de Lotto, geen Kirian de Lotto, toch? Hallo, het zijn de ouders van Kirians die in de zomer worden gearresteerd omdat ze hun kind hebben achtergelaten in een te hete auto in de parking van de Aldi. En niemand snapt hoe dat kan, want er staat een reminder op de auto. Van zeg, vergeten we nou niet iets? Och ja, verrek. Kirian. Het zijn de ouders van Kirians die de naam van hun kind laten tatoeëren op hun bovenarm, maar dan zo net onder hun t-shirt hoogte. Dan wij het ook altijd moeten zien. Dat er ook iets van moet zeggen zo. Oh, Kirian, dat is een gebergte in Albanië, hoop ik. Zo, die marginale reactie is ook altijd zo mooi. Ja, maar zo zijn de kinderen altijd bij me. Ja. En als de rechter ze niet had geplaatst, waren de kinderen ook nog altijd bij je, hè? Oh, het wordt geen sympathieke show, trouwens. Had ik dat gezegd? Het gaat geen sympathieke show worden. Ik speel 10 jaar comedy in dit land. Ik word al 10 jaar aangekondigd in programmaboekjes als de sympathieke Hollander Bas Birker. Dat is niet tof, hè, jongens. Dat is gratuit Vlaams racisme, hè. De sympathieke Hollander. Als een Vlaming schrijft de sympathieke Hollander, dan schrijft hij niet de sympathieke Hollander, hè. Dan schrijft hij Hollanders. We hebben een grafhekel aan ze. Maar deze schijnt ooit een rondje gegeven te hebben. Dat is wat er staat, hè. We zijn nog 2 stappen verwijderd van de niet stinkende neger en de niet criminele Marokkaan. Oh, wacht, sorry, we zijn in Gent. Dit soort grappen kunnen wellicht niet. Excuses. Daar is het. Hey, jawel, jawel, jawel. Hier zit meneer, de voorzitter van de NVA Gent. Deed je nou zo? Het is zo, hoor. Wat ben je nou voor een slechte NVA'er? Wie doet er nou zo? Dat is Black Power. Of ja, dat is misschien in Gent ook heel belangrijk. Dat is wel grappig. Wat is uw naam? Tom. Tom, oké, dat is gezellig. En is dat die vrouw? Ja. Die vrouw zit zich al voor u te schamen nu. Die zit al... Tom kan nooit stil zijn. Of is het niet uw vrouw? Ja. Oh, oké. Okay. U zegt, jawel, jawel. En u zegt, voor zolang als het nog duurt. Het is mooi ook even die... Schattig. Leuk dat je er bent, Tom. Leuk dat je gelijk meedoet. Dat is gezellig. Welkom trouwens ook op het kerstfeest. Dat is leuk. Fijn dat jullie allemaal even konden kijken. Dan kan ik even weg. Dus ik ben niet echt gemaakt voor kerst namelijk. Ik trek tegenwoordig een mooi kostuum aan, maar dat is dus even mijn achtergrond. Ik kom zelf uit een Vlaams of een Belgisch-Nederlands gezin. Hè. Mijn moeder was een Hollandse en mijn vader dronk. Dus ja, daar heb je het eigenlijk al... Dus ik kon niet uit een heel gelukkige... Bij ons waren de feestdagen altijd een hel. Bij ons waren de feestdagen eigenlijk heel Vlaams. Hè? Gewoon 4 gangen eten. En eten is belangrijker dan gevoelens. Nooit ergens over praten, behalve over de cuisson van de kalkoen. Tot na 4 flessen wijn, tante Rita zat genoeg is... en gaat laten zien waar onkel Jeff dit jaar weer sigarettenpeuk heeft uitgedrukt. Dat is altijd heel tragisch. Kerst bij de familie Birke was een beetje zoals een kerstbal. Hè? Mooi en glimmend van buiten... hol en leeg van binnen. Dat is heel Vlaams gebruik. Dat is en dan ook nog en dan komen we naar een Hollands gezin. Dus dan heb je dat gemengd met Hollandse zuinigheid. Dan zegt wij staken de kaarsen met kerst niet aan. Want dan kunnen we ze volgend jaar nog een keer gebruiken. We hebben het millennium gevierd met kaarsen
ter nagedachtenis van de val van de muur. De Chinese muur. Dus, tegenwoordig doe ik mee. Hè. Tegenwoordig ga ik dan naar de schoonouders. En daar komt ik heb een dochter. En die vindt dat superleuk. En doet papa een mooi kostuum aan. En dan vindt ze het fantastisch. En dan is het gezellig. Of ja, gezellig. Dan zijn we er allemaal. Ja. En dan bij ons worden ook geen hete hangijzers besproken. Hè. Terwijl er dit jaar een heel duidelijk hete hangijzer was. Omdat mijn dochtertje is 4 net. En die gaat volgend jaar natuurlijk naar de volgende klas. En wij zijn nu op oudercontact moeten komen. En zij moet volgend jaar naar een speciaal klasje. Ja. Ik was ook even stil. Ja. Blijkbaar heeft ze dus geen ADHD. Geen autisme. Niet eens dyslexie. Het is echt heel zielig. Dus zij moet dan met de andere 3 gewone kindjes moet zijn in een aparte klas. En zij krijgen dan volgend jaar lezen en schrijven als de andere kindjes therapie krijgen en medicijnen. Maar voor haar is het niet zo erg. Hè? Want zij weet al dat ze een opleiding niet echt nodig heeft. Want zij snapt wat ik doe. En dit wil ze ook heel graag worden. En ze is 4 en ik denk dat ze het kan. Ja, want ze is mondig genoeg. Daar is ze wel op getest. Ze bleek inderdaad dan half Nederlands te zijn. Maar mijn dokter, die is 4, die is super grappig. En Adrem ook. Die stond, we waren zo bij de DLS. En je hebt zo de lopende band. En dan heb je een soort flyertafeltje. Daar stond ze op. En ze stond te tetteren tegen die cashier. Zo heel dat levensverhaal door te vertellen. En ik zag die rij zo groeien en groeien en groeien. Op een gegeven moment begon ik me gewoon te schamen ook. Dus ik zei, kom dan nu, we moeten door. Want het is bijna 5 uur en papa moet nog koken. Anders moet mama koken. Mijn dochter, ja. En dat willen we natuurlijk niet. Heel die rij kapot van het lachen. Mijn dochter heel de weg naar huis. Dat was een goeie, papa. Dat was een goeie. Moet ook wel zeggen dat natuurlijk het feit dat mijn dochter eventueel naar een speciaal klasje zou moeten, is echt onze eigen schuld. Hè? Het is echt onze eigen schuld. Dat is een heel verwarrende situatie voor haar. Hè? Ik bedoel, ik ben de Hollander thuis. Dat is duidelijk. Dan heb je mijn lief. Die is zo die is zo Antwerps als het kan zijn. Maar echt Antwerps. Waar we zien in onze eigen woorden Antwerps. Ja, deze kip is nog bevrozen. Bevrozen, serieus? Bevrozen? Het is bevroren. Maar waar zeg je bevrozen? Maar het is bevroren. Maar waar zeg... Hoe heet de taal? Nederlands. Wie heeft er gelijk? U heeft gelijk. Inderdaad, kunnen we door met ons leven. Dus ik ben een Hollander thuis. Mijn vriendin is een Vlaming. En dan hebben we onze dochter, die is 4 en die is verknipt. Die is zot, die is rijp voor de sloop, klaar voor het gesticht. Die kunnen we afvoeren, het heeft geen zin meer. En dat komt, we voeden haar tweetalig op. Dat kind is zot, echt. Ik zeg, loop naar de auto. Ze stapt naar de auto. Mijn lief zegt, loop naar de auto. Ze rent naar de auto. Ik vraag een tasje, ik krijg een zakje. Mijn lief vraagt een tasje, die krijgt een kopje. We zijn nog niet bij poepen. Van de andere kant, ze is 4, dit is België. Hoe lang kun je het gesprek nog uitstellen? Niet voor niks een kelder laten isoleren. Het is ook oi, 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 oi. Dat is de Gentse variant van het West-Vlaamse. Dus ik had ook... Kijk, ik vind het natuurlijk lullig voor haar dat ze uit zo'n raar gemengde zin komt. Dus ik had bedacht, weet je wat, misschien leuk gaat zijn van mijn dochter dat ik me ga laten naturaliseren tot Belg. Dat gaat ze vast tof vinden. Zij vindt dat heel tof, maar ik was 1 ding vergeten. Vlamingen vinden dat helemaal niet tof. Ik dacht, jullie zijn vast blij met een extra landgenoot. Maar dat is echt Maar jullie haten ons echt, hè? Dat is niet zo gezellig als met Turken, Marokkanen en Chinezen, hè? Vlamingen haten Hollanders harder dan Theo, Franken, Soedanezen. Geloof me nou. En wij worden ook gemarteld bij thuiskomst. Ik was laatst bij mijn moeder en toen moest ik Heineken drinken. Dus even zeggen. Oh nee, het was heerlijk. Heineken. Leer dat drinken, jongens. Leer dat drinken. Kijk, het leek me een heel leuk idee. Gewoon Vlamingen gaan welkom zijn. Die gaan met open armen klaarstaan. Maar 2 dingen, jongens. 1, jullie haten ons echt. 2, ik woon in Merksem. Ik woon niet bepaald tussen de slimste mensen van België. Ik woon tussen de koekwauzen, tussen de poephoofden, jongens. Ik woon bij het Sportpaleis. Ik zat in de tram, voor mij zitten 2 Antwerpse bomma's. Dit is het gesprek. Zeg, Maria. Nou, we gaan op verlof. En Maria zegt, we gaan naar Londen. Oei, zei ze, naar Londen. En wat slaapt er dan?
En Maya zegt, gewoon in een bed en Brexit. Nee, Maria, nee. Het probleem is, de Maya's van deze wereld werken ook op het districtshuis, snap je? En ik moest daar een nationaliteit gaan aanvragen en ze gingen me het niet makkelijk maken. Om de simpele reden dat ik A, een Hollander ben en B, zijn niet heel slim. Dus ik kwam toe op het districtshuis. Ik loop de wachtkamer binnen. Er zitten 17 bruine mannen. Ik zeg, ik wil graag Belg worden. 17 bruine mannen zeggen, pst, waarom? Ik had moeten luisteren. Ik kijk naar de balie, ik zie gelijk mijn probleem staan. Achter de balie staat het prototype uitgebluste ambtenares van 53. Jullie zien er allemaal voor je, jongens. Zo'n vrouw van 53, de kinderen zijn het huis uit en is helemaal zichzelf aan het herontdekken. En als je dat ziet, snap je ook waarom, want er is de afgelopen 20 jaar best wel veel bijgekomen om te herontdekken. Alsof je 10 jaar niet naar de Efteling bent geweest. Ze hebben zo'n heel stuk bijgebouwd. Ja. Waar ook al niemand meer voor in de rij staat, trouwens. Zo'n vrouw die als je een Facebook-profiel heeft en je scrolt er doorheen, dat er elke dag minstens één inspiratiequote staat. Een ondergaande zon met in 7 verschillende lettertypen geniet van jouw dag. Jou zonder W, want er moet een spelfout in, anders telt het niet. Zo'n vrouw die in zo'n nieuwbouwrijhuis woont en je ziet gewoon het interieur voor je. Alles van IKEA, je doet de deur open en in de hal hangt zo'n steigerhouten bord. Met ook zo'n spreuk in 7 lettertypen. In dit huis hebben we regels. Nee, Sonja, jij hebt je regels niet meer. Dat is heel het probleem, Sonja. Zal een kort pittig kapsel. Snapt iedereen wat ik bedoel? Ze zag eruit als een vrouw van 53 die ineens had bedacht, nou wordt het lekker, helemaal mijn leven. I want to break free. En ineens heeft ze haar haar zo gecentimeterd, felrood geverfd met een zwarte streep er doorheen. Want dat vinden mannen geil, hè? Dat zeggen we vaak tegen elkaar, hè, Tom? Van, oh, lekker wijf achter de bar, had ze maar zo'n zwarte streep in haar haar, hè? Dat zeggen we vaak tegen elkaar. Dat is niks wat wij zeggen, hè? Als Tom en ik vanavond pinten staan te pakken en Tom zegt tegen mij, oké. Lekkerste wijf ooit, zeg ik niet. Oké, dan neem ik de kont van Jennifer Lopez, de tieten van Scarlett Johansson en het haar van Rita van het frituur. Nee, hè? Ga me niet zeggen, hè? Maar goed, kort pittig kapsel stond daar en ik wist, die gaat me niet makkelijk maken. Dus ik zeg, hallo, ik wil graag Belg worden. Ze zegt, oei, dan heb je een hoop nodig. Ik zeg, nou, dit verbaast me nou eens helemaal niks in dit land. Maar goed, begin maar met schieten. Wat heb ik allemaal nodig? Ja, zegt ze, je hebt je geboorteakte nodig. Ik zeg, mijn geboorteakte, waar haal ik die? Ja, zegt ze, in de stad waar je bent geboren. Ik zeg, moet ik nou naar Holland voor een stukje papier? Ja, meneer, Rijghof, fijn Rijghof. Dan weet je ook dat je met een ambtenaar van doen hebt, hè? Een Vlaming zal nooit de zin uitspreken, regels zijn regen, als hij niet voor de overheid werkt. Is toch waar? Niemand van jullie heeft het ooit gezegd. Vlamingen houden van foevelen, jongens, van foevelen. Dit is trouwens een heel raar gebaar. Ik zie de vrouw van Tom kijken. Nou, hij doet het anders wel met 2 vingers. Netjes. Ik wou zeggen, Hollanders houden van regels, maar nu is het nog smeriger ineens. Nou, nooit foevelen tijdens de regels, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen tegen je. Ja. Tenzij je daarna een kleurplaat wil maken, hè. Hoe was je Tinder date? Nou, zij is 2 keer klaargekomen en ik heb een zonnetje getekend. Ik zeg, moet ik naar Holland voor een stukje papier? Ja, meneer, Rijgolf, zei Rijgolf. Ik zeg, hoe doen jullie dan met Syriërs? Ja. Maar je hoort zo'n Antwerpse trut toch gewoon zeggen, hè? Hoe? Het gemeentehuis van Aleppo staat er niet meer. Spatig je, meneer Rijgolf, zei Rijgolf. Ik zeg, goed, wat heb ik nog meer nodig? Ja, zegt ze, de geboorteakte van je dochter. Ik zeg, de geboorteakte van mijn dochter? Ja. Ik zeg, die heb jij. Toen zei ze, hoe die heb ik? Ik zeg, nou, ik heb mijn dochter hier ingeschreven. Dus de geboorteakte van mijn dochter, die heb jij. Toen zei ze, ja, maar jij moet die hebben. Toen zei ik, nou, geef hem dan. Toen zei ze, nee, dan moet je een afspraak maken. Godverdomme. Toen...
moest ik 150 euro gaan betalen aan de federale overheidsdienst economie. Want Belg worden is moeilijk, maar niet zo heel erg duur. Nou, die zit op de Italië Lei in Antwerpen. Je hoort het woord al, Lei. Je denkt, dat gaat lang duren. Tentje meegenomen, 3 dagen onderweg geweest. Ja, veel mensen weten dit niet, maar sinds de onderbreking voor de Leien, van de Leien, Antwerpen is verdeeld in 2 stukken, jongens. Je hebt Noord-Antwerpen en Zuid-Antwerpen. In Zuid-Antwerpen wonen de mensen met geld. In Noord-Antwerpen wonen de marginaal. En er is een lijndienst, een vlucht van Luchtbal naar Deurne. En dan soms kunnen de mensen van Zuid naar Noord om een keer karapils te kopen en sigaretten. En soms gaan de mensen van Noord naar Zuid om een keer te douchen. En dat is... En ik ben dan naar daar gegaan. 4 dagen onderweg geweest. Ik was toch aan het kamperen, nog gelijk mijn dochter voor school ingeschreven. Hè, toch, alles geregeld. Toen, lieve vrienden, moest ik een taaltest doen. Ik denk niet dat de ernst van deze situatie tot jullie doordringt. Ik woon niet in Wallonië, hè. Ik woon in Stad. Ik moest een taaltest gaan doen in het vluchtelingencentrum. Om woensdagochtend om 9:10 bij een vrouw die heette Fatima. Dus ik kom toe en er zit een hoofddoek zonder hoofddoek, want regels zijn regels. Hè? Ik ga zitten en die vrouw zegt, dag meneer, u komt voor het test. Wat? Dag meneer, u komt voor het test. En weet u mondeling of schriftelijk? Ik zeg, doe maar schriftelijk. Ze zegt, pst, mondeling is makkelijker. Ik zeg, pst, ik denk het niet, maar ik verstaan alle gekut van wat je zegt, Fatima. Lang verhaal kort, ik heb een 5/10 voor Nederlands gehad van een Turk. Toen moesten we een diploma uit Holland gaan halen om, hou je even vast aan je stoel, Midaar, aan te tonen dat ik slim genoeg ben om een Belg te mogen worden. Dus ik bel naar Holland. Ik zeg, hallo, ik heb een diploma nodig. Die mevrouw zegt, waarom heeft u uw diploma nodig? Ik zeg, om aan te tonen dat ik slim genoeg ben om een Belg te mogen worden. Ze zegt, ik bel je terug als ik klaar ben met lachen. Dus na 4 dagen belt ze op, zegt, ik heb het naar je gemaild. Ik zeg, gemaild? Kun je dit even aan de Vlaamse overheid doorbellen? Want niemand weet dat het internet bestaat. Maar goed, ik met mijn diploma op mijn laptop naar het districtshuis. Er zijn hier al 2 mensen die voelen waar dit verhaal fout gaat lopen. Maar dat gaat niet, honey. Je hebt gelijk. Dus ik kom toe, in de wachtcel zitten 17 bruine mannen. Ik zeg, ik wil graag Belg worden. 17 bruine mannen zeggen, pst, waarom? Ik zeg, jullie moeten zwijgen, ik ben bijna Belg. Blanke mensen gaan voor. Je lacht omdat je weet dat het waar is. Achter de toonbank, mevrouw Kortpittig Kapsel. Ik zeg, ik wil graag Belg worden. Oei, dan ga je een hoop nodig hebben. Ik zeg, dat heb ik allemaal al, kutje. Geef me nou gewoon een ticket, stuur me naar een balie, dan gaan we dat regelen. Ik krijg een ticketje, 3,5 jaar wachten. Hè? Uiteindelijk kom ik bij een balie, daar zat haar zus, denk ik. Korte zwarte stekels met een rode strip. Ik zeg, jullie zijn precies de yin en yang van slechte smaak. Zij zei, wat is yin en yang? Ik zeg, dat zijn de marginale kinderen van Chinezen. Ik zeg, meneer gaat een hoop nodig hebben. Ik zeg, dat heb ik allemaal al. Ja, zegt ze. Ik zeg, het zal wel zijn. Ik zeg, kijk, geboorteakte. Ze zegt, Ilgo. Geboorteakte van mijn dochter, Ilgo. Ik zeg, kastticket van 150 euro, Ilgo. Taaltest, ik zeg hier. 5/10, jullie krijgen van Fatima allemaal de groetjes. En haar diploma, ik doe mijn laptop open, ik zeg, alstublieft. Ze zegt, oei. Ik zeg, wat oei? Oei, dat is een computer. Ik zeg, dat weet ik maar, ja. Dat is een computer, dat is een bureau, dat is een kamerplant, dat is de koffie, juffrouw. Morgen kom ik terug, dan gaan we de kleurtjes oefenen, oké? Okay? Maar meneer, dat is een computer, dat is digitaal. Ik zeg, dat weet ik maar. Ja, ik heb dat zelf opgezet. Ze zegt, maar meneer, dat moet op papier. Ik zeg, hoe dat moet op papier? Meneer, als ik zeg dat op papier moet, moet op papier. Regels zijn regels.
Ik zeg, ik heb je wel gehoord, maar waarom? Zeg me, waarom moet het op papier? Zeg me niet. Echt jongen, dat niet. Heb je afgeprint? Kan ik dat niet inscannen? En dan heb ik een ambtenaar vermoord. Wat niet waar is trouwens, wat ik gelijk even wil kaderen. Ik heb dat niet echt gedaan, want het is heel belangrijk dat je dat niet doet in dit land. Dat is een regel op je inburgeringskust. Inburgering is moeilijk, hè. Dat is echt moeilijk voor een Hollander helemaal, hè. Want je hebt eerst dat gedoe met die regels en dat gevoefel. Poh. En dan moet je nog je echte examens afleggen, hè. Je moet allemaal van die typisch Vlaamse dingen doen. Dronken rijden. Wij kunnen dat niet, hè. Maar dat werkt hier anders, hè. Maar toch? Wat is jouw naam hiervoor? Tom. Nou, als jullie samen zijn gereden, weet ik wel dat jullie makkelijk de weg hebben kunnen vinden, hè, jongens. Ik beloof, hierna worden de grappen beter dan dit. Hoe graaf zou het zijn als er gewoon 6 tommen op de eerste rij zaten? Nee, dan gaan mensen denken dat we... Dat niet nog een van jullie, Tom, hè? Ja? Nee. Oké, we hebben 3 Tom op rij 2. Welke rij biedt meer? Hoe graag zou dat zijn dat er gewoon... Hoeveel Tommen zouden er zitten? Zullen we een poeltje opzetten? Vrouw van Tom, wat is je naam? Katrien. Katrien, hoeveel Tommen denk jij dat er in totaal in de zaal zitten? 17. 17? Wat zeggen we, jongens? Hoger of lager? 3 Tommen op aan je rij, hoe graag is dat? Het is wel makkelijk ook. Als ik iemand op de eerste rij of tweede rij aanspreek vanavond en ik zeg Tom, is de kans ongeveer 3 op 17 dat het goed is. Dat is een ding, hè. Als Tom is vanavond hier met zijn vrienden, toch? Ja. Wacht. Zei je nou, joh, omdat er 1 iemand je vriendje is? Of omdat er... Of hoort hij er echt totaal niet bij? Jij hebt er niks mee te maken. Jawel, jawel, maar hij hoort er niet. Hij is die gast die jullie zo soms bellen. Hij is die 4e gast zo. Ja. Dat jullie ergens afspreken, maar altijd ergens anders en hem nooit bellen dat de afspraak is verplaatst. Hij is die gast. Wat erg. Als Tom vanavond hier gewoon recht gaat in Vlaming is, staat hij straks in de foyer, drinkt hij een duveltje of 4. Hè? Want het is het dag van de arbeid, dus ja. Zuipen en rode vuilzakken dragen en piket in de fik steken. Niet overal, hè, jongens. Alleen als je bij de Lidl werkt. Of ja, werkt. Er bent gewoon. Wie is er al ooit geholpen bij de Lidl? Niemand, hè. Die mensen die staan daar gewoon. Het was dood of bij de Lidl werken. Tom, die drinkt vanavond 4 dubbels. En ben je van Gent zelf? Ja. Ja, je zei ja. Maar die verraden, het is een deelgemeente. Ik ben van Gent. Je bent van... Woon je in Gent? Ik woon in Gent. Oké. Okay. Ik geloof geen hol van Tom, jongens. Tom is niet te vertrouwen. Tom pakt, hij heeft straks 4 duveltjes op, stapt in de auto. Want je komt met de auto, jongens. 100 keer met je circulatieplan. Iedereen met de auto. Je hebt de auto naar huis over de Gentse Steenweg. Die loopt van hand naar hand. En je weet wel, als je over de Gentse Steenweg rijdt, heb je zo die eerste bocht. Hè? Je pakt zo die eerste bocht, gelijk al flikken, blauwe glimmende salami. Jij denkt, kut. Blazen. Fuck. 4 uur rijverbod. De eerste, dames en heren, die Tom belt, is niet zijn vrouw thuis, hè. Het is niet zijn moeder. De eerste die Tom belt, is iemand in deze zaal. Waarschijnlijk Tom. Tom neemt de telefoon met Tom. Hij zo, dat is grappig. Ik heet ook Tom. Samen zijn we Tom. En jij klinkt vooral dom. Dat is... Tom, luister, het is met Tom hier. Het is alcoholcontrole net na de eerste bocht op de Gentse Steenweg. Tom hier neemt dan als goede Vlaming zijn verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, in de foyer van de Minaar ga je op tafel staan en roep je, mannen, luister!
Het is alcoholcontrole net na de eerste bocht op de Gentse Steenweg. En wij gaan dan als goede Vlamingen niet met z'n allen water drinken, hè? Wat wij gaan doen is onder Tom's leiding met z'n allen beslissen wat de beste sluiproute is. Dat zullen we het verkeer veiliger maken hier, hè? Dat moet je doen. Dan moet je een vluchtmisdrijf plegen. Iedereen moet een keer een vluchtmisdrijf plegen. Als je dat niet hebt gedaan, kun je nooit Belg worden. Ik ben er speciaal van naar Limburg gereden. Ja, ik dacht, we missen ze niet. Wat denk je, schep ik een wolf? Wist ik wel dat dat twee waren? En natuurlijk een hele belangrijke is, alles wat je doet, moet je altijd bij afvragen, wat gaan de buren wel niet denken? Maar dat is belangrijk in dit land, hè? Maar ik wist dat helemaal niet. Maar wat gaan de buren wel niet denken? Wat gaan de buren wel niet denken? Weet je wat de buren denken? Die denken, wat gaan de buren wel niet denken? En die muren denken, wat gaan de buren wel niet denken? Jullie spelen een soort mentaal domino, dat is wat jullie doen. In Holland vraagt nooit iemand, wat gaan de buren wel niet denken? We praten zo luid, bij ons kun je gewoon horen wat de buren denken. Opgelost. Dat is echt een ding hier, hè? Want je mag kwaad zijn op iemand, zoals ik op de ambtenares. Maar je mag nooit zeggen tegen degene op wie je kwaad bent, dat je kwaad bent. Wel tegen alle andere mensen, dat is heel oké. Je mag tegen iedereen zeggen dat je ruzie hebt met iemand, maar nooit tegen degene waarmee je ruzie hebt, dat is een regel. Daarom maak ik zo vaak ruzie. En win ik altijd, onder de andere kant gewoon, wat doet hij nou? Dus ook, als jullie, hebben jullie buren? Ja. Ja? En zijn het leuke buren? Ja. Niet allemaal. Niet allemaal. Zie je? Dus, je durft dat nu te zeggen, maar tegen de buren zelf wordt dat niet gezegd. Ja? Heb jij alles naar de buurman gegaan? Ik woon niet graag naast jou. Het is jij verhuisd of jij verhuisd. Maar dat is toch zo? Hoeveel mensen zijn er niet in een burenruzie verwikkeld in dit land die nooit wordt uitgesproken omdat de buren helemaal niet weten dat er ruzie is? Dat is toch zo? Je komt op een dag thuis en ineens heeft de boom van de buren hangt over jullie schutting. Jij zit gewoon lekker, Tom, lekker thuis te zijn. Hè? Hand in je broek, Married with Children kijken. Topdag. Katrien komt thuis van de werk. Heb je dat gezien? Heb je het gezien? Nou hangt die tak van de buren helemaal over onze schutting. Maar is toch niet normaal? Ik ben toch niet de enige die ziet? Hij moet het toch zelf ook zien? Die tak hangt hartstikke over. Die tak is dood. Het is gewoon een dode tak. Straks loopt onze Vivi eronder en dan valt die tak naar beneden. Is onze Vivi dood. Hij ziet dat toch zelf ook? Nou, ik heb het opgezocht, Tom. Ik heb het opgezocht. En blijkbaar, als de tak over de schutting hangt, dan is het jouw tak en dan mag je hem gewoon afzagen. Dus je weet dat te doen dit weekend, Tom. En ik ga het hem zeggen ook. Ik ga het hem zeggen ook! Dag en na komt Katrien van de werk, komt de buurman tegen. De buurman zegt, hey buurvrouw. Jij zegt, hey buurman. Loopt naar binnen, Tom zegt, en heb je het gezegd? Nou, hij deed weer net of er niks aan de hand was. Omdat dat gesprek is alleen maar in jullie hoofden. Snap je, Vlamingen zijn heel goed in het voorbereiden van gesprekken die ze nooit gaan voeren. Dat is wat we doen in dit land, hè? Want ja, we gaan de buren wel niet denken, niet. We gaan de buren wel niet. Ik snap het, hè? Buren zijn ook moeilijk om te hebben, hè? Buren, het is toch een beetje zoals een ziekte ook, hè? Ja, je kiest er niet voor, je hebt ze ineens gewoon. Ik kwam laatst ook een vriend van mij, die woont hier in Gent. Die kwam ik zo tegen, zo krabbend. Ik zeg, Jezus, wat heb jij? Hij zei, ja, heel veel last van buren. Ze lijken goedaardig, maar ik ga ze voor de zekerheid toch weg laten halen. Weet je wat er zou moeten komen eigenlijk? Ik vind dat er een soort Google review systeem voor buren zou moeten komen. Zo kijk goed idee, zo Google Neighbors. Dat je een nieuw huis wil kopen, eens even kijken, zo de Muntstraat, nummer 29. En dat je gelijk kunt zien, even kijken, 31. Oh, dat is niet zo goed, hè? 3 op 10, jeetje. Even de andere kant. Oh, kijk eens hier, 9 op 10. Mooi zeg, Tom en Katrien. Tom is veel weg voor zaken en Katrien staat open voor contact met de buurt. Dat je kunt openklikken hoe laat het druk is. Waarom is dit nou grof? Omdat ze daar zit? Het is niet echt, hè, jongens. Ik was laatst bij mijn schoonouders en ik zie mijn schoonmoeder gewoon de onderbroeken strijken van mijn schoonvader. Dat is zo typisch Vlaams gedrag, hè? Dat heeft in Holland nog nooit iemand gedaan. Ik zeg, wat ben je nou toch aan het doen, trut? Ze zegt, ja, onderbroeken strijken. Ik zeg, dat zie ik, maar waarom? Ja, zegt ze, je zal maar iets voor hebben.
zei, wat? Ja, stel je komt in het ziekenhuis. Wat gaan de mensen wel niet denken? Nou, waarschijnlijk denken ze, Kirian zat met zijn arm in een gehaktmolen. Waarschijnlijk had hij geen tijd meer om zijn onderbroeken te strijken. Dat is wat ze gaan denken. Als ik in het ziekenhuis lig en er wordt iemand binnengereden, die is overreden door een camion in een proper wit gestreken onderbroek, dan denk ik, waarom heb je jezelf niet ondergescheten? Wat voor emotieloze klootzak ben je eigenlijk, toch? Maar want de buren wel niet denken. Dat is, maar, en ik wist helemaal niet dat er zoveel hete hangijzers waren ook in dit land, hè? Ik wist het echt niet, jongens. Ik kom elke dag weer achter iets nieuws. Eddie Merckx. Eddie Merckx, de coureur, hè? Niet de biljarter. Dat is ook heel grappig, maar daar heb ik even weinig grappen over. En ik ga het niet meer aan het publiek vragen, want elke avond zegt er iemand... Hij had geen keus. En jullie lachen hierom. Jullie moeten allemaal sterven in de hel, jongens. Daar zit ook een mevrouw. Dat is een goeie zin, die ga ik mogen nog vertellen. Eddie Merckx heeft een doping verleden, hè, vriendjes. Daar wordt niet over gepraat in het land. Dit is ook mooi, kijk. Dit is nou typisch, rij 4 daar, een mevrouw van, ik schat, een jaar of 40, 45. Een vrouw van een jaar of 30, 35. Ja, ik zat even te denken met uw moeder en dochter. Nee, maar u zat zoiets te zeggen, door echt zo als een moeder tegenover, u bent gewoon vriendinnen. Ik heb u veel te oud ingeschat. Ja. Dit is ook zo mooi dit, hè? Alle mannen denken, nou, is toch gewoon eerlijk. Alle vrouwen denken, oei, die gaan niet meer neuken vanavond. En dat klopt, want... Ik heb afgesproken met Katrien vanavond. Maar het is precies wat u deed. Want u bent dus onder de 40, ik had het eigenlijk al de reactie kunnen afleiden. Mensen van onder de 40 weten niet eens dat Eddie Merckx doping heeft gebruikt. Want niemand praat daarover. Want dat is onverwerkt verleden, hebben we het niet over. Dat is hoe we omgaan met problemen in dit land. Maar ik dacht dat er zo'n welbekend feit was dat ik er gewoon over kon praten. Maar dat kan helemaal niet. Ik speelde in het dorpje Meensel-Kiezigem. Er zijn een paar mensen die weten wat het dorpje is. Dat dorpje is het geboortedorp van Eddie Merckx. Er zitten daar 400 mensen in een spiegeltent. Ik kom op, ik zeg, Meensel Kiezigem. Iedereen, brah. Ik zeg, hebben ze in een comedy? Iedereen, brah. Ik zeg, waar is Meensel Kiezigem bekend voor? Iedereen, geboortedorp van Eddie Merckx. Ik zo, oh, die gast van de doping. Nou, jongen, met pek en veren door dat dorp gestuurd gewoon. Terwijl ik dacht, hier kunnen we het toch gewoon over hebben? Nee, ik weet het. Ik weet het. Er wordt niet over gepraat. Terwijl Eddie Merckx, vrienden, is 3 keer betrapt op doping, hè? En 3 keer geschorst ook. Eddie Merckx, jullie Eddie Merckx, hè? De man die jullie vereren met z'n allen, hè? Oh, dames en heren, daar is Eddie Merckx. Allemaal buigen en op de knieën. Dat is Eddie Merckx, hè? 3 keer betrapt op doping. Hij pakte iets, hij werd betrapt. Hij pakte iets anders, hij werd betrapt. Hij pakt iets anders, hij werd weer betrapt. De laatste middel waar hij op werd gepakt, heette Pemoline. In de coureurswereld bekend onder de naam Stimul. Hallo? Stimul, dat is de slechtste codenaam voor doping ooit, hè? Dat is 2/3 van het woord stimulans. Dat is hetzelfde als je minares in je gsm zette onder minaret. Ze handen wel achter gaan komen. Stimul, 3 keer betrapt. De broer van Eddie Merckx was een afgestudeerd apotheker. Freddy. Maar waar is dat nou? Gaat het balkon ineens meedoen? Af en toe gaan we iets houden roepen. Freddy. Waarom? Ja, dat zou toch grappig zijn, hè? Als... Eddie en Freddy. Het is ook alleen maar omdat het rijmt ook. Jullie snappen toch het concept, hè? Ik ben hier echt, ik ben hier op tv. Ik kan jullie ook horen, snap je dit?
als je iets roept, moet je niet raar opkijken dat ik kijk naar waar het vandaan kwam en daarmee ga praten. Als je iets kunt leren van Tom en Katrien is het, ik wil nog wel eens iets doen met het publiek. En nee, je zit daar niet veilig. Veilig voor de camera? Ja. Veilig voor mij? Not so. Drie keer. Hoe kun je die nu niet over hebben als land? De broer van Eddie Merckx was afgestudeerd apotheker en zijn scriptie... De scriptie van Freddie Merckx. Zijn scriptie ging over Stimul. Hallo, rode vlag. Dat is toch erg? Jullie vereren hem alsof hij God is. Lance Armstrong komt naar het land. Iedereen, Lance Armstrong. Verschrikkelijke mens. Een dopingzondaar. Lance Armstrong, vriendjes, een 0 keer betrapt, hè. 0 keer, hè. Toegegeven daarna, 0 keer betrapt, hè. Eddie Merckx, 3 keer betrapt. Vlamingen, ah ja, maar ja. Hè? Lance Armstrong, die betaalde mensen om te zwijgen. Ja, jullie zwijgen gratis over Eddie Merckx. Vraag dat toch wel geld, stelletje poephoofden. 3 keer betrapt op doping. 3 keer. Lance Armstrong, grootste zondaar aller tijden. Eddie Merckx, grootste coureur aller tijden. Het is niet de grootste coureur, jongens. Dat is de grootste koerier aller tijden. Dat is heel wat anders. Lance Armstrong haalde tijdens zijn carrière miljoenen op voor kindjes met kanker. Eddie Merckx haalde miljoenen op voor 1 kankerleier. En die kankerleier was gewoon Eddie Merckx zelf. Hallo, Eddie Merckx. Eddie Merckx slikte alles. Daarom noemen ze hem de kannibaal. Als Eddie Merckx naar Tomorrowland zou gaan, dat festival duurde 1 dag. 1 dag. Dag 2 kwamen er allemaal Kyrians aan. Waar is Tomorrowland? Tomorrowland is dicht, Eddie Merckx is geweest, alles is op. Gewoon dat. Die reden finish in Parijs over terwijl zijn broer een spuit in zijn hol zette. En dan riepen ze in koor, turbo op de turbo, alweer de winnaar. Dat is wat ze deden. Oh, dat is trouwens mijn kermisstem. Had ik die al voorgesteld? Die heb ik. Ik heb een kermisstem. Dat is grappig, hoor. Jullie denken, maar dat lijkt er wel echt. Zou hij die gast zien die erin spreekt? Ik denk het wel. Dat is goed, hè? Alweer de winnaar. Turbo op de turbo. Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Ik ben een kermisliefhebber, hè. Ik ben een kermisliefhebber, zoals iedereen trouwens een kermisliefhebber is. Want stiekem is dat gewoon ook echt leuk voor iedereen, hè. Het is toch een fantastisch concept, hè. Je zet ergens een kermis neer. En in no time komen eruit allemaal putten en krochten marginalen. En dan kunnen wij, mensen met geld, zitten, zuipen en marginalen uitlachen. Dat is toch zalig? Nou, niet zo chagrijnig kijken, want jullie doen het allemaal. Allemaal. Ik had dit jaar trouwens de jackpot. De jackpot. Dat was op de kermis in Merksem, waar ook weer geen kermis is, hè. Maar dat kan niet in dit land. Je kunt geen kermis houden in dit land, want de kermis... Ik weet niet, ja, Gent... Hoe groot is de kermis in Gent? Is dat een fatsoenlijk stuk kermis? Ja, zijn er meer dan 40 attracties? Ja, meer dan 50? Meer dan 100? Zijn er meer attracties dan Tomme in deze zaal? Dat kan in elk dorp heeft de kermis, hè. Merksem heeft de kermis. Daar staan 4 attracties, waarvan 3 eentjes van kramen. Want eentjes vangen, het blijft ook spannend, hè. Soms zwemmen ze naar rechts, soms zwemmen ze naar links. En 1 reserve. Maar je kunt geen kermis neerzetten in dit land, want de kermis moet herrie maken. Een kermis is bedacht om... Een kermis is bedoeld om overlast te veroorzaken, snap je? Je zet ergens attracties neer, dan druk je op play, dan zet je het volume open. En in 3 minuten staan de flikken er in het land. Waarom zijn de flikken er? Roger van Driehoog heeft gebeld. Hij probeert te slapen. Ah ja, we moeten wel aan de buren, denk ik niet. Dus er blijft niks over, snap je? En ik ga elk jaar, hè. Ook Merckx, oh echt, 4 attracties. Ik had een Margi jackpot gewoon. Ik zat zo op het terras en mijn buurman doet zo... Kie. En dan weet je, er is iets goeds om te zien. En ik kijk zo en ik heb er echt zo, hè. De, ja. Kimberlist. Je hebt Kimberly, Kimberlier, Kimberlist.
104 kilo schoon aan de haak. Maar ze dacht toch, weet je wat ik doe? Een witte legging. Dat wordt mijn nieuwe fashion item. Daar overheen een wit Marcelleke. En we weten allemaal hoe het is met Marcellekes. Op een gegeven moment maakt het niet meer uit hoe vaak je ze wast. De gele kringen staan erin. Op de bovenarm een tatoeage. Kenny Forever. Forever met twee O's. Ik zeg, Kimberly, hoe weet jij mijn naam? Het was een gokje. Zeg, volgens mij heb je Forever verkeerd geschreven. Zegt ze, nee, gast. Kenny en ik hebben elkaar ontmoet op de voor, snapte? Het is Forever. Ik zeg, allee, blijkbaar is het dan voor marginaal ook al toegestaan om woordspelingen te maken. Geen probleem. Een mazzel dat er twee E's en twee O's in zitten, hè? Net als in je lievelingswoord. Wat is nou een lievelingswoord? Leefloon, Kimberly, leefloon. Kenny Forever, man. Ik ga elk jaar naar Tilburgse kermis. Ik kom uit Tilburg oorspronkelijk. Dus dat is zo recht boven Turnhout. Tilburg heeft de grootste kermis van West-Europa. Dat is 6 kilometer kermis. Dat is van hier naar... Mellen. Eén minuut. Ja, dat klopt ongeveer. Dat is mevrouw. Dat is van hier tot... Tot Gentbrugge. Ah, die wilde ik eerst doen. Dat is wel jammer. Het is wel leuk dat Tom en Katrien ook de landmeters blijken te zijn. Dat is van hier tot Gentbrugge één kermis, hè? Dat maakt een teringherrie. 10 dagen lang. De stad is 3 weken onbereikbaar, maar iedereen wil het doen, want er komen een volk op af. En ik ga elk jaar, hè, met mijn dochtertje, nu gaan we voor de 5e keer dit jaar. Dat is fantastisch, hè? Op 200 meter, ik parkeer altijd op dezelfde plek, op 200 meter van de kermis, hoor je de kermis al. Zo. Voor die asynchroon leopende bassen zo. Alsof er 1300 Civics voorbij rijden. 50 meter van de kermis hoor ik oela, oela, oelala. Als een kermis niet oela, oela, oelala heeft, dan moet het niet meer voor mij, hè. Ja, dat is hetzelfde als hier. Rotania. Dan zal je baan zijn. De hele dag in een koersauto zitten en roepen... Rotania! Dus ik hoor... Oela, 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 la. Op 2 meter van de kermis hoor ik... Nu nog meer kans bij de grijpertjes van Hans. Dan weet je, dat is een hele goede kermis, hè? Mijn dochtertje, die ziet... Papa, de grijpertjes. De papa een Elsa-pop winnen. Ik zeg, allee, zal ik voor jou een Elsa-pop winnen? Dus ik duw zo 50 cent in dat ding. Ik heb in 1 keer raak. Je hoort een paar mensen. Oh, dat is het beste ooit. Zeker is dat het beste ooit. Ik stond er ook echt zo. Koning van de kermis! Mijn dochtertje. Papa is een held. Daarnaast 17 marginale. Godverdomme, mijn halve uitkering zit er al in. Eén vrouw bedenkelijk achterin. Waar is onze Kirian eigenlijk? Zijn raar, hè? Hij heeft 50 cent in dat ding geduwd. 50 cent. En ik win een knuffel en dat ding is hooguit 20 cent waard. En toch ben ik super blij. Dat is toch echt de kracht van de kermis, hè? Dat lukt toch nergens anders, hè? Dat is echt alleen maar omdat het met bewegende lichtjes is... en er iemand riep, alweer de winnaar. Dan waarom doen we dat niet vaker? Toch als ze slecht nieuws moeten brengen. Weet je nog toen Dexia bijna failliet ging? Weet je dat nog? Is er iemand met geld in deze zaal? Of zijn jullie hier echt als een soort 1 mei cadeau? Had ik moeten beginnen met het zingen van de internationale? Barman. Ja. Dat is het minste wat je kunt doen. Dexia ging bijna failliet, een jaar of 6, 7 geleden. En dat was een live persconferentie. Nu heet die Bank Belfius, toen heette het Dexia. En de CEO van Dexia, de baas van Dexia, zat live op tv met daarnaast de CFO, de financial chief van Dexia. Daarnaast zat de minister van Financiën. En die man die had gewoon slecht nieuws te brengen, namelijk... Het geld is weg. En die maakte er niks van. Dus ze zit live op tv.
kijkt in de camera, bedankt iedereen om aanwezig te zijn. Zegt, zoals u wellicht in de afgelopen maanden heeft gehoord, heeft de Dexia Groep in het algemeen, de Dexia Bank in het bijzonder, in het afgelopen half jaar bijzonder veel zogeheten slechte hypotheken moeten afschrijven bij onze overzeese vestigingen. En mede hierdoor hebben wij 2 maanden geleden een negatieve winstwaarschuwing moeten afgeven. Dit heeft zijn effect niet gemist, maar vooral effect gehad op de binnenlandse markt, waar mensen massaal hun spaargeld zijn gaan weghalen bij de Belfius Groep en de Belfius Bank. Dit heeft de solvabiliteit van onze bank dermate onder druk gezet, dat we aan onze minister van Financiën hebben moeten vragen... Saai! Sorry. Ik heb vorige week in Brezo 3 bejaarden vermoord. Het is kwestie van wat doen tegen de vergrijzing, jongens. Allemaal je steentje bijdragen. Niet alleen maar denken aan milieu, hè? Het was ook veel beter geweest als die man was gaan zitten en had gezegd... Dames en heren. Helaas hebben we al jullie spaargeld kwijtgeraakt tot dubieuze beleggingen in het buitenland. Maar hey, er zijn bewegende lichtjes en iedereen krijgt een knuffel. Alweer de winnaar. Dat is veel beter. Trouwens, niet denken dat je dat zomaar kan, hè. Want dit gebeurt nou na elke show dat er iemand naar me toe komt die zegt... Ja, dat kan ik ook hoor. Alweer de winnaar. Dat is niet hetzelfde. Dit is... Ik weet niet, Katrien, wat doe jij voor werk? Ik werk bij de bank. Je werkt bij de bank. Ik denk dat ik voortaan mijn shows moet beginnen. Zoals een goochelaar. Ik heb allemaal niks met jullie afgesproken, dames en heren. Bij welke bank werk je dan? BNP Paribas. Wat zei je? Met Belfius, dat was leuk geweest. Maar als er mensen van Belfius in de zaal zitten, ga weg. Ik kun jullie plezier niet gewoon echt. Ga kapot, val dood. Laatst moest Belfius geld aan mij overmaken. Dat was mijn geld. En ik dacht dat soms dat ik hele grappige dingen verzin thuis achter mijn bureau. Dat ik dingen grappig verwoord en dat ik dan een stukje van kan maken op het podium. Dus ik belde naar Belfius en ik was heel boos en ik zei, jullie moeten er geld overmaken. En toen zei die mevrouw, ja, het gaat al net lukken, maar we maken het dan vanmiddag aan en dan rolt het vanavond uit de printer en dan mailen we het maandag naar je. Toen zei ik, luister eens Belfius, kutje. Je weet toch dat je als je iets gaat mailen, het niet eerst moet printen. Dit is een mop uit mijn show. KBC, dat is, of wat zijn er, BNP Paribas Fortis, dat is, weet ik veel. Lang vooral, lange naam. Maar ik weet niet, als je in Gent woont, wil je dan misschien worden? Wil je misschien bij de bank gaan werken, snap je? Of dokter worden, of notaris, of Tom. Als je in Tilburg opgroeit, wil jij die gast zijn die de jetons ophaalt bij de octopus. En daarna blijft staan als hij begint met draaien. Die gasten kunnen staan in een hoek van 45 graden, dat is toch het gaafste ooit? Dat zie je ook nog als ze daarna hun eerste Volkswagen Golf kopen, zo. Zitten ze nog zo? Toen ik 18 was, heb ik van mijn vrienden het gaafste cadeau gehad wat je maar kunt krijgen als je in Tilburg woont. Ik heb namelijk een uur in de octopus gehad. Een uur, maar niet in zo'n karretje van de octopus, maar in het kotje van de octopus. Dat is het beste uur uit mijn leven. Die man ging het ook zo uitleggen met die knopjes. Hij zegt, ja, als je hier op drukt, hoor je zo, it's number one. Ik zeg, ja, ja, ja. Hier heb je dan, oela, 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 la. Blijven zitten tijdens die dit. Ik vent weggeduwd. Ik zeg, dit slaat nergens op, hè. Dit moet je live doen, man. Amateur. Ik geef het gewoon op publiek. Ik heb ze allemaal gedaan, hè. Allemaal, hè. Van turbo op de turbo. Gewoon via hop, chop, to the top. Komt u bij de whoop, hè. Dan versnel ik je hoger naar 44 ton staal. Verticaal. Om dan te eindigen met, dames houden beentjes dicht, anders gaat hij fluiten. Beste ooit, hè. Of zo'n rendezvous hotels.
ook zoiets. Daar wordt ook nooit over gepraat. Je kunt geen steenweg afrijden in dit land zonder minstens 3 dubieuze villa's. Met van die rare namen als Villa de Roze. Kamer verhuren, natte grotje. Discrete achteringang. Ik weet nog altijd niet of het de parking gaat of over de hoeren die er werken. Ik heb geen idee. Maar er zijn er iets van 168 in dit land. 168 rendezvous hotels en niemand gaat erheen. Niemand. Dit is de 20e keer dat ik deze show speel. De 20e keer dat ik het zal vragen. Nee, ik ga het niet eens meer vragen. Want er heeft nog niemand zijn hand opgestoken. Behalve 1 man in Kortrijk. Ik vraag, wie gaat er wel eens heen? 1 man, Jok. Ik zeg, wauw, met alle respect, maar op uw leeftijd, hoe oud bent u? 76, bankkikker. 76. Ik zeg, 76. En dan gaat u vaak? Elke dag. Elke dag. Ik zeg, u heeft een goed pensioen of een hete minares? Nee, nee. Ik heb een rendezvous hotel. Iedereen snapt toch wat ik bedoel met rendezvous hotel, hè? He, zo'n hotel waar mensen gaan vieren dat ze niet getrouwd zijn, snap je? Zo'n hotel waar ze je heel raar aankijken als je vraagt om een kinderbedje. €50 betalen, 4 uur een kamer. Dat is 4 uur, dat is een half uur neuken en 3,5 uur een smoes verzinnen voor als je thuis komt. Dat is heel belangrijk. Maar mensen gaan daar naartoe, hè, jongens. Anders bestaat dat niet, snap je? Jullie gaan daarheen, hè? Het is ook altijd mooi hoe een zaal gewoon zich splitst. Tussen de mensen. Nou, ik ben wel benieuwd hoe het er zou zijn. En gelijk daarna denken, oeh, ik kan daar niet naartoe. Want wat gaat die receptioniste wel niet denken? En wat denk je dat ze gaat denken? Er staat een Audi A8 en jij komt aan een Nissan Micra. Natuurlijk weet hij dat je promotie komt regelen. En je hebt dan de andere helft, dat zijn de mannen. Zweeg. Dat is een ding hier, hè. Jullie gaan erheen, want anders bestaan die dingen niet. Dat is een economisch model, dat moet ik toch niet uitleggen. Zijn jullie ook samen? Ja, oké. Okay, dat was toch niet. Jij kijkt heel betrapt. Ik wist dat de vraag een keer ging komen. We zitten veel te dicht bij Tom en Katrien. En ik dacht nog wel, de tweede rij gaat veilig zijn. Ja, maar de eerste rij kan niet in beeld komen. Altijd televisioneel nadenken, jongens. Hoe lang zijn jullie samen? 5 jaar. 5 jaar? Oh, jullie zien er... Ik wou zeggen, ik had jullie veel jonger ingeschat. Maar dan ging zij nog veel kwaader worden op die stoel. 45, ik maak je kapot! 5 jaar, oké. Okay. En wanneer is de laatste keer dat hij champagne en chocola voor je heeft gekocht? Het antwoord is al gegeven, hoor. Je hoeft er niet meer echt op te antwoorden. Maar hij koopt het voor iemand. Ja, dat moet wel, jongens. Want als niemand voor zijn vrouw champagne en chocola koopt... Champagne en chocola bestaat niet meer in dit land als niemand dat koopt, snap je? En alle mannen waar ik naar vraag, kopen het niet voor hun vrouw. Maar iemand koopt het voor iemand, want anders bestaat het niet. Hetzelfde met die rendezvous hotels. Snap je? Die bestaan met de reden, jongens. Dat wordt gepoept, althans in dit land. In Holland trouwens. In Holland bestaan die dingen niet, hè. Want in Holland duurt de lunchpauze maar 1/2 uur. Meer heb je ook niet nodig voor een broodje kroket en een glaasje karnemelk natuurlijk. In Holland worden dat soort dingen gewoon geregeld in het kopieerhok. De geilste zin die je daar gaat horen is... Niet op het groene knopje drukken. En dan lopen ze naar buiten en iedereen zegt... Oh, Yvonne, opslag gehad. En Yvonne zegt... Hoezo, kun je het zien? Ja, er zit nog een beetje opslag hier, Yvonne. Er zit nog een beetje opslag. Je lekt nog een beetje opslag. Nee, maar ja, in Nederland worden dat soort dingen geregeld op het werk. De man rijdt naar huis, koopt onderweg bij het tankstation een bloemetje van €15, geeft aan zijn vrouw en iedereen weet, oké. Okay. Hij heeft iets fout gedaan, we kunnen door met ons leven. Nederlanders lossen alles op met een bloemetje van €15. Daarom vraagt de paus, of zegt de paus, ook elk jaar met Pasen.
voor mijn vrienden uit in Nederland te bedanken voor de bloemen. En als je goed naar die beelden kijkt, staat erachter altijd één teleurgesteld misdienaartje. Ik wil wel gaan zitten, maar het gaat nog niet. Iemand gaat er naartoe, jongens. Er wordt gepoept bij de beesten af in het land en niemand heeft het erover. Dat is toch raar? In de seksenquête, de Telefax seksenquête. Dit jaar, hè, jongens. Dat is ook zo mooi, die spanning bij jullie. Wat gaat hij nou weer onthullen? Eerst Eddie Merckx, nou Rendezvous Hotels. Wat gaat er nog komen? Nog veel meer. In de Telefax seksenquête van dit jaar is iets van 3000, 4000 mensen ondervraagd. 1 op 3... poept scheef of heeft scheef gepoept in de afgelopen 4 jaar. 1 op 3. Poep jij scheef, Tom? Poep jij scheef, Tom? Katrien, je kleine slettenmak. Ja, sorry. Maar ja, dat is statistiek, hè. Daar kunnen we niet mee getornen. Daar kunnen we heel de wetenschap al overheen weg gaan flikkeren, toch? Terwijl we weten, 1 op 3, doe dat toch eens gewoon over, jongens. Iedereen wil het. Doe nou niet net alsof we... Hebben jullie al zo'n celebrity-afspraak? Hebben jullie zo'n celebrity-afspraak? Ah, jij zei gewoon iets tegen hem. Je dacht, dit is het moment om even bij te praten. Hoe was je dag eigenlijk? Was druk op je werk, ja? Ben je belangrijk geweest? Wat zei je? Heb je promotie gehad? En toch al kunnen zitten. Zo, ik weet ook dat het niet waar is, maar het was wel goed getimed. Ja. Eigenlijk verdien je een prijs voor zo'n grap, maar... Dank u. Hij weet ook dat ik hem niks heb gegeven nog, hè. Dat is gewoon beleefd. Dank u dat ik er even dien. Ik hoef hem niet te hebben. Ik heb een prijs bij, hè. Moest van mijn management moest ik zo meer aan naastbekendheid doen. Dus heb ik merchandise laten. Maar ik heb een super toffe merchandise. Wacht, pak het van. Je mag uitkiezen. Dus ik heb 2 dingen. Ja, je hebt 2 dingen. Dat is echt super tof. Kijk. Kijk, wacht. Kijk. Dat is een zak. Dat is mijn hoofd op, zie je? Mijn hoofd staat erop. Zijn tas staat erop. Ik heb ook de kop. Jullie kunnen dit straks gewoon kopen. Maar jij wint er een. Nou, kies maar wat je wil hebben. Ik ga het gooien. Toch de kop? Alright, there we go. Het is mooi hoe angstig jullie kijken. Ik wist dat de eerste rij geen goed idee was, maar waarom? Maar dat het op deze manier ging zijn? Oké, 1, 2, 3. Maar ik kan echt heel slecht gooien. Toch even stil. Maar hallo! Waarvoor applaudisseer je nou? Ik zit 1 jaar te schrijven aan leuke grapjes thuis. Hij maakt 1 grapje terug. En waarvoor applaudisseren jullie? Iemand gooide en iemand anders heeft het opgevangen. Het was een soort circus. Ik wist niet wie die was, die Bas. Maar het blijkt toch Bassie te zijn, want er was ook een acrobaat bij. Allemaal magies. Drommels, drommels, drommels. Zie je, dit is mijn loopje voor... Hij weet niet meer waar hij was. Moet je even een keer rondlopen, dan kunnen we hier zo'n knip zetten. Het enige kut aan, we kunnen dit stukken nooit uitknippen. Want ineens zit er iemand met een kop op de tweede rij. Goed verstopt, heel goed van je. Jij bent mijn team. Nu... Ik vroeg het maar, omdat ik jou zou zeggen zo, maar dat is een celebrity-afspraak. Zoveel koppels hebben er één. Van, oké, je mogen allebei één iemand uitkiezen... waarmee we het dan mogen doen zonder dat we veroordeeld worden door de ander. Oké, ik begin.
Brad Pitt. Oké, ik tweet. De buurvrouw. Nee, dat mag niet. Ze moet onbereikbaar zijn. Dit is België. Met het verkeer hier is elke vrouw onbereikbaar. Win voor de mannen. Ik snap het. Ik snap die drang om vreemd te gaan. Hè? Ik snap dat echt. Want iedereen in een lange relatie denkt soms wel eens... Jezus. Pff, nog steeds. Maar deze, hoe lang zijn jullie samen, Tom en Katrien? Serieus vraag. 10 jaar. 10 jaar. En hebben jullie kindjes? Ja. En hoeveel kindjes? 5. 5 kindjes. Op 10 jaar. Er zijn zoveel grappen over de onderkant van Katrien die nu door mijn hoofd schieten. En ik ga ze allemaal niet doen. Verder spelen voor deze kant van de zaal. 5 kinderen, dat is, maar dan wil je het ook wel echt graag. Nou, dus, ik vind dat mooi, want als romantisch, dan ben je overtuigd van je zaak. De rest van de mannen is niet zo, hè. De rest van de mannen heeft net zoals ik allemaal hetzelfde gesprek gehad. Hè, mijn lief is iets ouder. Ik wil een kind. Ik zeg, waarom? Dat is de natuur. Ik zeg, ik kan mijn wijven van 21 neuken. En waarom? Dat is de natuur. Ja, lacht erom, maar dat is de natuur, hè, jongens. Dat heb ik niet verzonnen, hè. Dat is gewoon, het is een hele reële angst van mannen... dat we op een gegeven moment eens wakker worden... naast onze moeder, niet naast onze moeder... maar dat we ineens denken, Jezus, ik ben je moeder aan het neuken. Want dat is... Maar doe niet zo onsympathiek ineens tegen mij. Dit is een reële angst, hoor. Ik heb hem ook, hoor. Ik merk nu al, mijn lief is iets ouder dan ik, die is 42. En mijn lief, die kan nu al zo soms al niet meer to the point communiceren. Waarmee ik niet zeg dat vrouwen niet kunnen communiceren... maar iedereen die wel eens belt met zijn moeder weet precies wat ik bedoel. Of erger nog, berichten stuurt. Stuur jij berichten met je moeder? Stuur jij WhatsApps met je moeder? Ja, kan ze het? Ik ben zo jaloers. Mijn vader heeft mijn moeder 10 jaar geleden een gsm-cadeau gegeven. Die had ze niet, dat had een vaste lijn. Heeft ze een gsm-cadeau gehad van mijn vader. En mijn vader en moeder waren gescheiden. Mijn vader zei, hier, dan kun je iemand bellen als je valt. Ik zei, pak dat ding eens heel snel af. Hij zegt, hoezo? Dat is toch een veilig idee? Ik zeg, ja, voor jou wel. Jou gaat ze niet bellen. Want je weet hoe dat is. Geef een bejaarde een gsm en binnen 2 dagen hebben ze zelf geleerd hoe ze kunnen sms'en. En bejaarden die kunnen sms'en, die gaan sms'en, jongens. Dus werd ik ineens elke ochtend om 9:15 wakker met een berichtje van mijn moeder. Nou, lieverd, opgestaan met een beetje pijn in mijn rechterknie. Ik hoop dat het nog lukt om te fietsen naar kantoor. Eindebericht, 140 tekens op. Zo was dat, hè? 140 tekens, sms gedaan. Een sms kostte 20 cent. Mijn moeder is een Hollandse. Ik kreeg 1 sms per dag. Nu heeft ze WhatsApp. Nu zijn berichten gratis. Mijn moeder stuurt berichten alsof ze shopt bij de Action. Alles moet mee. Waarom? Het is goedkoop. En bejaarden kunnen dat niet. Die kunnen dat helemaal... Ik stuurde van de week... Hey, hoe was het bij de dokter? Ik krijg een verhaal terug, vrienden. Ik moest 17 keer scrollen. Het was net Game of Thrones. Er kwamen allemaal familieleden bij waar ik nog nooit van had gehoord. En draken en tetten en een foto van mijn nichtje met het syndroom van Down. Heel raar gesprek. Antwoord op mijn vraag? Not so. Of nog erger. Ik was eergisteren in Nederland. Ik stuur een sms. Ik ben in je buurt. Zal ik even koffie komen drinken? 4 uur stond er aan het typen. 4 uur aan het typen. Ze is niet aan het typen, hè. Ze is gewoon een emoji aan het zoeken die het best past bij tante Tini heeft een baarmoederverzakking. Dat is wat ze aan het doen is. En ik wil gewoon zo'n vrouw niet. Tuurlijk ga ik ook... Kijk... Maar ja, dat is toch logisch. Dat is ook ergens een beetje biologie, hè. Snap je? Dan moet je niet kwaad op worden. Maar vrouwen zijn evolutionair gezien zo gebouwd... dat ze tussen hun 20 en hun 40 het aantrekkelijkst zijn voor mannen. Want dat is de leeftijd waarop ze bevrucht moeten worden. Daarna mag alles gaan hangen. Ik zeg niet dat het gaat hangen, ik zeg mag alles gaan hangen. Want dat maakt het niet meer uit. Evolutionair. Dan moet je niet boos zijn op mij.
Dit is gewoon biologie, hè, jongens. Als God had gewild dat mannen niet zouden vreemd gaan, had die vrouw van 20 niet zo fucking lekker gemaakt. Als God had gewild dat mannen niet zouden vreemd gaan, had die vrouwen verrimpeld en uitgezakt geboren laten worden, om ze strak te laten trekken naarmate ze ouder werden. Dat is even door de zure appel heen bijt als je 17 bent. Maar zo wordt neuken gewoon pensioensparen. En dat hebben ze niet bij BNP Paribas Fortis. Maar dat is een soort, snap je, dat is een angst. En het probleem is, mannen willen supergraag vreemd gaan, maar wij kunnen helemaal niet vreemd gaan. Dat is best wel een probleem, snap je? Want mannen zijn geboren slechte leugenaars. Wij kunnen super slecht liegen omdat wij niet plannen. Mannen bereiden zich nooit voor. Mannen kunnen niet plannen. Hopla, een nieuw spreekwoord. Het rijmt dus, het is waar. Mannen kunnen niet plannen. Vrouwen kunnen wel plannen. Mannen maken nooit een plan. Mannen denken, ja, het gaat allemaal wel goed komen. Mannen denken niet vooruit. Snap je? Als 5 jaar samen, hè? Als jij de deur uitgaat en je gaat zo met maten bier drinken, hè? Wat zegt ze dan tegen jou als je de deur uitloopt? Zegt ze, veel plezier, schatje. Ja. Ja? Ze vraagt niet, hoe lang ben je weg? Wat ga je doen? Tuurlijk niet. Dat heeft, het is geen kwestie van vertrouwen, hè? Het is gewoon een kwestie van dat ze alles al weet. Ze weet hoe je er naartoe gaat, met wie je hebt afgesproken. Ze weet met wie je thuis bent gegaan. Ze weet precies hoeveel bier je hebt gezopen. Jij komt thuis, nou, dat is gek, zeg. Ik kan 3 bier op, maar ze zijn precies heel slecht gevallen. Je valt in slaap op de zetel, begint te snurken. Zij heeft ergens een blaasapparaat. Houdt gewoon een alcoholtester in je strot. Leest gewoon 17. Zie ik, zei het wel, vuile leugenaar. Ze weet precies met wie je berichtjes hebt staan uitwisselen op Tinder. Natuurlijk, ja, want als jij diep ligt te slapen, pakt ze jouw rechtervinger, logt ze in op jouw iPhone, leest ze alles wat je doet. Want vrouwen denken vooruit, snap je? Mannen denken niet vooruit. Als zij weggaat, is het eerste wat jij vraagt, hoe lang ben je weg? En zij zegt, ik denk 2 uur. Jee, rukken met het geluid aan. Want dat is zover wij nadenken. Vrouwen kunnen plannen. Daarom zijn vrouwen ook zwanger. Vrouwen kunnen 9 maanden vooruit kijken. Mannen kunnen niet eens 9 minuten vooruit kijken. We proberen het soms. Nee, dit keer ga ik het echt volhouden. Ah, spijtig. Dat is zover wij vooruit kijken. Vrouwen, niet vrouwen, zijn allemaal detectives, jongen. Jullie zijn zoveel slimmer dan wij. Maar echt. Serieus, hoe vaak heb je gehoord over een vrouwelijke seriemoordenaar? Nooit. Niet omdat ze niet bestaan, maar gewoon omdat ze niet betrapt worden, snap je? Als Dexter een vrouw was geweest, hadden we 8 seizoenen naar Testbeeld zitten kijken. Vrouwen zijn slim. Mannen liegen, dat is wat we doen. Als we even het nauw worden gedreven, heel even het nauw worden gedreven, is onze eerste reactie, vertel een leugen, dan ben je er vanaf. En dan hebben we geleerd op de mannenschool. Ja, vrouwen, die bestaat. Vanaf ons 14 komen we elk half jaar 1 keer samen in het bos. En dan dansen we naakt rond bomen, vergelijken we onze piemels en wisselen we geheimen uit. En een van de oppermannen heeft ons geleerd, als je 1 leugen vertelt en ze vragen door, gewoon blijven liegen. En het probleem is, wij denken dat we wegkomen, maar vrouwen zijn veel slimmer dan ons. We zijn halverwege onze eerste leugen, ze weten al precies dat we aan het liegen zijn, maar ze zien ons graag improviseren. Sinterklaas, beste voorbeeld van allemaal, Sinterklaas. Iedereen kent Sinterklaas. Sinterklaas deelt cadeautjes uit. Sinterklaas, jongens, grootste leugen van de mensheid. Hè? Ik bedoel niet dat gedeelte van die cadeautjes uitgeven en die kindjes. Ik bedoel hoe Sinterklaas is geworden. Sinterklaas was geen bisschop, hè. Sinterklaas is noodgedwongen bisschop geworden, omdat hij zichzelf had vastgeluld en geen kant meer op kon. Sinterklaas heette niet Sint-Nicolaas, die heette Nico. En Nico had een nachtje bij de buurvrouw gepoepeneerd. En die dacht, als ik 7 uur thuis ben, komt mijn vrouw er nooit achter. Je raadt nooit wat er gebeurt. Hij komt 7 uur thuis, zijn vrouw staat met een deegroller in de deuropening en zegt, Nico, alle mannen weten, als een vrouw je naam zegt, is er stront aan de knikker. Nico, waar ben je heel de nacht geweest? Ja,
Ja. Ik zat op het dak. Je zat op het dak. In december. Het is fucking glad op het dak, Nico. Ja. Maar ik zat op mijn paard. Je zat op een paard op het dak in december. En wat als je vanaf was gevallen? Dat was hulp. Ja, wie heb je dan geholpen? Bruine mensen. Nico, het is de 12e eeuw. Wij kennen helemaal nog geen bruine mensen. Ik wel, ze heten allemaal Piet. Dus wat je tegen mij zegt... is dat jij met een bende bruine mensen die Piet heten. Op een paard zat, op het dak, in december... in mijn jurk. Dat vinden de kinderen leuk. Kinderen, Nico. Als jij ze nou de kinderen wil vermaken in een jurk om een paard... kun je toch gewoon bisschop worden zoals iedereen? Nou, en zo is het gebeurd en niet andersom, snap je? Dat wil ik even gezegd hebben. Einde Sinterklaas-discussie. Nee, niet te geloven, man. Mannen kunnen dat niet, hè. En ik ben ook een man, hè, jongens. Ik ben zelf net zo'n Mongool, hè. Ja, tuurlijk. Ik ben ook een keer vreemd gegaan. En, of ja, een affaire gehad. Of een relatietje. Het is grappig, hè? Je zegt het woord relatietje. En iedereen heeft weer hetzelfde onverwerkte trauma in zijn hoofd. Mooi. Dit is verbroedering, jongens. We komen er wel. Ik had een affaire gehad. En ik dacht, weet je wat het beste is? Gewoon aanval is de beste verdediging. He, ze gaan er toch een keer achter komen. Wat ik doe is twee benen vooruit gelijk vertellen. Wat ik wel even wil zeggen tegen alle mannen hier in de zaal aanwezig. Tom, als je dit overweegt, denk aan je timing. Want je kunt dat niet altijd doen, een affaire bekennen. Mijn timing was bijvoorbeeld net voor de kalkoen op het kerstfeest bij mijn schoonouders. Nou, die sfeer, jongen. Oeh. Ik had zo'n flesje wijn of twee op. Er viel even een stilte. En ik dacht, laat ik de Tante Rita van het jaar maar zijn. Ik floepte het er ook echt zo uit. Van, oh ja, ik heb trouwens een affaire gehad. Oei, foei. En echt, jongen, die stilte in één keer. Je kunt nog beter Annie Merckx van dopingmisbruik beschuldigen in Meensel Kiezingem. Echt. De stilte en de blik. Ik ging het ook zo proberen te redden zo. Ja, dat is echt zo typisch. Bedenk een ergere leugen. Kan het niet vinden. Oké, bedenk iets beschamends. Ik ben een Hollander en ik lust geen kaas. Mijn schoonvader, hoe? Een Hollander? Dat is nog erg als je mij dat kan. Dat is niet erg. Ik heb het uitgelegd. Ik zeg, ik heb een affaire gehad, maar dat gebeurt soms, snap je? Maar ja, daar kun je niet aan doen. Ik ben niet Brad Pitt... Maar soms, dan heb ik ook wel eens mazzel en dan raak je in gesprek, in het café of zo achter na de show. Of ineens zit er een vrouw in je kleedkamer die je binnengelaten. Omdat dan stuur je berichtjes en is daar een berichtje en dan nog een berichtje en dan nog een berichtje. En ineens denk je, hé, een foef. Nou, en dan denk je, nou, dan moet je ook terugsturen wat erin kan. Nou, en voor je het weet denk je, ja, dit is allemaal virtueel. We gaan ervoor. Nou, en uiteindelijk ben je gewoon aan het aftrekken met een vrouw op je piemel. En, Maar ik heb het ook gewoon uitgelegd, daar zit een beetje in. Maar ik ben een flirt altijd geweest. Ik ben zo ontrouw als een hond. Trouwens, wijdverbreid misverstand over dat spreekwoord. Honden zijn helemaal niet trouw. Nee, dat is zo ontrouw als een hond. Honden worden gewoon geaaid door degene die ze eten geeft. Honden zijn de Eva Powels van het dierenrijk. Oh. Ook omdat ze naast het zwembad kakken, maar dat is even een ander verhaal. Dus ik heb een paleis gedaan, iedereen is stil... Eerste die wel zegt, mijn schoonmoeder. Ja. Nou gaat de kerstdiner ook niet meer smaken, zie. Dat is weer zo typisch Vlaams, hè. Een Hollander legt zijn ziel en zaligheid op tafel. Eerst wat de Vlaming denkt, het eten had niet meer lekker zijn. Dan mijn dochter, keihard wenen, want die had 2 minuten geen aandacht gehad. En die heeft degene van de moeder. Dan mijn lief, keigoeie comeback. Dat wist ik toch al lang? Ik zeg, hoe, dit wist je al lang? Ja, hallo. Wie zet er nou zijn minnares in zijn gsm onder een minaret? Ik zeg, Eddie Merckx. Mijn schoonvader. Maar we hadden toch gezellig?
Het is toch kerst, het is toch een leuk familieding? Waarom moet jij nou eens over pesten? Ik zeg, verpesten, dat vind ik ook wel een hele hoop beschuldigingen hier. Maar ja, toch, het is toch niet verpest. Ik ben gewoon even open en eerlijk. Bovendien, het is kerstmis. Ja, zeg, wat vieren we? De geboorte van Jezus? Inderdaad. Kerstmis is de hoogmis van het vreemdgaan. Hallo. Ik vertel toch niks nieuws van jullie, hè? Want ik zie nou ineens 250 goed katholieken. Dus eerst Eddie Merckx. Dat is niet waar, hè, jongens. Dat is verzonnen, hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, serieus? Als Maria was geneukt door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan zeiden we niet amen, maar dan zeiden we gangbang aan het eind van een gedicht, hè? Maria heeft gewoon scheef gepoept. En Maria was net die enige fucking vrouw ter wereld die niet had gepland en geen verhaal klaar had voor als ze thuis kwam. En net die vrouw moeten we al 2018 jaar lopen vereren. Dat is de klote. Kijk, ik weet niet hoe het is gegaan, hè? Maar Maria die heeft Jozef waarschijnlijk binnengedaan op een of andere marginale gier of vijf. Hè? En het waren andere tijden, iedereen heeft dat gezien, hè? Dus ja, moesten ze gaan samenwonen. En Jozef was een timmerman, maar die is een hele goede timmerman. Dus ja, voor je het weet woon je gewoon ergens in een beetje een treurige buitenwijk van Bethlehem. He? Zo Bethlehem West. Zit je met z'n tweeën. Ja, na 3 weken denkt Maria, dit is ook niet echt waar ik voor had getekend, zeg. Jezus, of ja. Yahweh. Die bestond al toen. Dus die denkt, ik ga het even de FL zoeken. Dus die gaat weg, hè. Jozef vraagt toch, hoe lang ben je weg? Ik denk 1 uur of 2. Jee. Ruk op een ezel. Andere tijden. Na 3 keer komt Maria natuurlijk ook thuis. Iets te dikke buik. Jozef natuurlijk ook geen Mogol, die heeft het ook gezien. Hè? Jozef zegt nog, we zijn met die buik. Ja. Ik zat op het dak. Een vader en een zoon. Maar niemand snapt. Kijk, misschien had Maria ook gelijk, hè? Dat weet ik ook niet, jongens. Je moet niet voor al die antwoorden naar mij komen. Waarschijnlijk, ja, misschien had ze gelijk. Misschien komt ze na 3 weken wel achter dat niet alleen de woning in Bethlehem West is die een beetje treurig is, maar ook Jozef zelf. Misschien komt ze na 3 weken achter. Wacht eens even. Jozef is zo de streekmarginaal van Bethlehem West. Jozef met een Y. Ik zeg, rondrijdt op een verlaagde pony zo. Met achterop een sticker. Jozef remt voor niemand. En daaronder, mijn ander paard is een Mustang. Bedankt 4 mensen voor het hebben van die grap. Het zou te kunnen. Hé, hey, misschien is het goed maar, hè, dat Maria dan Jozef niet heeft geneukt, hè. Want stel, Jozef met een Y was de marginaal van Bethlehem West. En Maria had hem wel geneukt. Hadden we nu misschien al 2018 jaar gebeden tot Kyrian Christus. Je leven zag er anders uit, hoor. Dan heen geen kruisje boven je deur, maar een I Love Techno CD. Zondag begon de mis. Iedereen ging wel, want ja, je hoeft heel net de kleren aan. Iedereen komt toch in zijn pyjama. Gewoon speciaal voor de Eucharistie. Het lichaam van Kyrian. Carapel Spicky Burger. Veel betere gebeden zo. Onze Kyrian, die in de Aldi werkt, vergeet onze schulden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Suzuki Swift. Gangbang. Mijn lief, ja, leuk verhaal. Maar je had het ook op een betere manier kunnen vertellen. Ik bedoel, moet het nou met mijn ouders erbij, precies op dit moment, hè? Je kunt het toch op een leuke manier vertellen? Ik zeg, leuke manier vertellen. Leuke manier vertellen. Ja, jij bent ook de comedian. Ik zeg, nee. Ik kon nog niks beters verzinnen dan mijn broek aftrekken, op de tafel springen en roepen, blijven zitten tijdens die dit. We gaan achteruit. Mijn lief gelijk, ik heb er ook één. Doe dan. Alweer een minnaar. Ja.
moet wel even bijzeggen, lieve schatten. Dat laatste, dat is niet echt gebeurd, hè. Dat van die kersttafel, dat is niet echt gebeurd, hè. Kijk, ik heb dat gesprek wel voorbereid. Maar vooral om het daarna niet te voeren. Dus weet je waarom? Omdat ik nou een Belg ben. Heel goed, dankjewel.